Itu buat sekapannya. Di om ke menir. Ya. Tuh. Nah, ini namanya kapsalon. Kapsalon jadi terdiri dari ini ada kentang goreng, terus di atasnya ditaburi oleh daging, daging yang di grill ya, terus di yang muter itu loh, apa kebab kalau di Indonesia bilangnya ya, kalau di sini bisa shawarma, bisa kebab, irisannya, terus bisa doner. Nah, kalau yang gini kita bilangnya doner, doner nih yang begini nih. Jadi yang di alatnya yang muter itu terus diiris pakai mesin pengiris, terus jadi tinggal tipis-tipis seperti ini. Nah, setelah itu dikasih kas keju, jadi kayak keju ya, ditutupi keju, terus dimasukin ke oven, jadi di grill sebentar, terus baru ditaburin sayuran, terus dikasih mayones, dikasih sambal, salade. Jadi ini penampakan kapsalon ya. Kapsalon, kenapa dinamakan kapsalon? Kapsalon kan tukang cukur ya. Jadi awalnya itu ada seorang yang punya salon rambut ya, kapsalon. Dia selalu kalau setiap makan siang selalu pesan ke El Aviva. Jadi rumah makan, bukan rumah makan, warung yang menyediakan kebab, doner, terus jadi bilangnya snack bar. Dia selalu pesan, pokoknya saya mau dimasukin semua, ada kentang goreng, ada dagingnya, ada sayurannya dalam satu bak gini, jadi skotel. Karena selalu pesan itu, jadi si penjual kebabnya ya, dinernya lalu bilang gini, oke, dinamain aja ini kapsalon. Kapsalon, nah kapsalon itu jadi populer di Rotterdam. Awalnya pada tahun 2003 itu awal mulanya. Terus sampai sekarang makin populer tidak hanya aja di Rotterdam, tapi juga di kota-kota lain di Belanda, bahkan ke Belgia juga. Jadi ini penampakan kapsalon. Ini ibu saya ya, sama ayah saya setiap ke Belanda, mereka sudah 3 kali, 4 kali ke sini. Yang pertama selalu ditanyakan, kapan kita makan kapsalon? Jadi katanya makanan yang cocok di lidah mereka ya, selain makanan Indonesia tentunya ini cocok buat mereka karena ada saladenya, ada kapsal, ada patatnya, juga ada dagingnya. Jadi inilah perkenalan kita tentang kapsalon, jadi makanan yang mulai dipopulerkan di awalnya dari Rotterdam pada tahun 2003 hingga sekarang semakin populer di Belanda dan Belgia. Terima kasih telah menonton YouTube saya. Kalau yang belum kenal silahkan lihat video-video lainnya. Jika suka langsung subscribe please, dan komen kalau ada yang mau bertanya tentang kapsalon atau makanan di Belanda. Sampai jumpa. Dah. Halo semuanya. Saya lagi makan kapsalon. Bilang. Halo semuanya. Saya makan di kapsalon. Makan kapsalon. Makan kapsalon. Enak kapsalonnya? Iya. Udah bismillah? Iya. Ya. Tinggal lihat ke sini. Jeugd is dat een aantrekkelijke om op te stemmen, omdat dat GroenLinks heel erg pro milieu is. Nou, ik heb het wel voor GroenLinks gestemd, maar met het GroenLinks op de tweede plek was alleen maar 3 stemmen. Oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het wel apart dat er zo'n verschil is tussen jullie.
Ja, ik vind dat klas is gewoon beter en weten wat dat is. Cinta Kruling. Ja, Kruling. En dan Cahaya? Kruling. Oh, Alebay dan Kruling. Ya. Papa, wat jouw kies? Kruling. Kruling, ja? Ja, hoor. Ik heb zoiets van, ja, er is maar één ding belangrijk. Wat mij betreft. Dat is het milieu. Ik mag toch kiezen, als ik later groter ben, mag ik toch ook kiezen wie de president wordt voor Indonesië. Nee. Nou? Nee, dat is één, niet ook. Het kan alleen op het moment dat jij... Daar heb je gewoon... Nee, nou dat weet ik niet. Nee, maar de meeste zijn... Of als jij... Als jij nationaliteit blijft houden, ja, want je moet eigenlijk voor één nationaliteit gaan kiezen op je 18e. Dus dan moet je gaan kiezen of dat je Nederlander wil blijven of Indonesiër. 21. Ik praat met de ambassie, Qatar, kinderen moet kiezen. Wil een Nederlander of Indonesia? Nu is er 20. Dan zou het misschien zelf kunnen. Dat je, maar ja, er zit maar een 3 jaar verschil tussen. Dan moet je net geluk hebben dat je mag kiezen. Maar ik weet niet of dat je residency moet hebben gehad of zo. Nee, als... Rafael, toch dus toen samen met mij. Ja. Ja. De minister zei dat als je paspoort van die land hebt, dat het dan mag. Ja, dat is Mr. Max zegt dat. Maar als ze jou verplichten om te kiezen voor een nationaliteit, dan moet je één paspoort af gaan staan. Dan kan je voor de anderen niet meer stemmen. Dat bedoel ik. Sayang, itu kakinya turun ke bawah. Sorry, Buna, maar dan ga ik wel voor Nederland kiezen. Huh? Ya, voor Nederland kiezen, wat? Is die paspoort? Ja. Met Indonesia? Want ik denk dat ik in Nederland ga wonen. Ja, het mag niet uit van Buna, maar hoor. En ik ben meer Nederlands dan je moet kijken wat het meest gunstig is om te doen. Ik ben alleen kwart Indonesisch en ik ben meer dan... Ik ben... Ietsjes meer dan... Misschien tegen je 21ste heb je veel meer met Indonesië dan nu. Dat kan best. Ik denk het niet. Dat kan zo. Wie weet wil je daar zo naartoe verhuizen? Of in Indonesië gewoon een rijker land zou worden. Dat kan.